Goedemiddag. Nou, we staan hier op de mooie Rietmeen. U bent voorzitter van dat hele gebeuren. Ah, je mag je zeggen. Ik mag je zeggen. Nou, dat vind ik heel mooi. Modderdag vandaag, modderfeest noem ik het maar. Er gebeurt hier wat op de Rietmeen? Vrijwilligers, kunnen jullie die gebruiken? Wij kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Ja, ja. En voor wat? Nou, met name in het groen gebeuren, om het onderhoud en zo hier te doen. Om alles hier op orde te krijgen en op orde te houden. We hebben een leuke club met mensen die zeg maar de technische kant een beetje doen. Zeg maar een klusteam hebben we. Daar zitten we aardig mee compleet. En wat we graag willen is 7 dagen in de week open. Dus wat gastheren en wat gastvrouwen, die willen we ook graag hebben, zeg maar. Zodat we inderdaad eigenlijk s'morgens, s'middags en 7 dagen in de week eigenlijk geopend kunnen zijn. Nou, geweldig, mooi. En ook op zondag, mensen. Dat kan in Harderwijk. Ja, ja, hier ja, ja. Kan je tot rust komen op de Rietmeen. Nou, ik wens jullie heel veel succes met dit gebeuren. Ik vind het altijd geweldig als we hier binnenkomen stappen. Ik vind het zelf ook. Vorig jaar was ik er helaas zelf niet bij. Maar dit jaar mocht het me niet ontgaan. Dus mijn weekje vakantie zit er net op. Dus ik kan hier aanwezig zijn. Dus ik kijk er ook echt naar uit om al die kinderen straks hier lekker bezig te zien. En ik heb er vertrouwen in dat ze een geweldige middag hier zo beleven en zo. In plaats van eens een keer van niet achter de spelcomputer of even op de iPad. Ja. Maar gewoon eens even lekker de oude kleren aan en lekker duiken in de modder. En lekker weten wat vies worden is. Dus, geweldig. Ja. Succes. Graag gedaan. Hoi. Hoi. Wat is je naam? Kaylin. Wat ben jij aan het doen hier op modderdag? Leuk aan het spelen. Ja, geweldig hier hè, aan de Rietmeen, hè? Ja. Gaan jullie een kunstwerk maken? We gaan wel iets leuks maken. Ja, geweldig. Ja, modderfeest hier op de Rietmeen. Gaan jullie modderen? Ja! Modderen. Ik ga naar het modderbad. Ik ook. En weet je wel hoe smerig dat is? Nee. Ja. Ja. Maar dat maakt jullie niks uit? Nee. Dat maak je met zand. Dat maak je met zand. Nou, ik leer gewoon. En met water? Ja. Oh, geweldig. En dus jullie gaan echt voor die modderbehandeling vanmiddag? Ja. En knap je daar dan ook nog een beetje van op? Word je daar mooier van een mooie modderbehandeling? Nee. Nou, u ziet het, modderdag in ons Harderwijk bij de Rietmeen. Het is geweldig om weer buiten te zijn. De kinderen laten zich niet weer houden. Het weer laat ons een beetje in de steek. Ik had stiekem gehoopt dat ze zouden zeggen, we wachten er een paar weken mee op het mooie weer. Maar kinderen laten zich niet tegenhouden. En het is me goed ook dat ze het dan door laten gaan. Want kinderen rekenen hierop, op dat modderspektakel. Ja, het is toch ook geweldig om weer te zien. Samen met mijn cameraman, Johan Ramon, waren we er weer bij voor Haken 13 Televisie. Hoi. Hoi. Nou zeg het maar, hoe vind je dit? Modderspektakel op de Rietmeen. Ja, leuk. En is het niet koud als je erin duikt? Nee, niet echt koud. Jij bent echt een bikkel, hè? Gewoon genieten van het modderfeest. Ja. En een ouderwets modderbad nemen, lekker hè? Ja. Spelen buiten en niet binnen met die PlayStation. Nee. Goed toch? Ja. Modderspektakel in ons Harderwijk en het begint te gieten. Ik moet denken aan het thuisfront, vroeger in Aalsmeer. Als we dan buiten gespeeld hadden en onder de modder en de stront thuis kwamen, moesten we eerst onder de douche. Want anders konden we niet naar binnen. En daar stond dan een bakkie thee klaar met een kaki. Geweldig hè? Wow, een klein beetje een eerbetoon aan mijn moeder. Het is niet meer droog, het begint te zeiken van de lucht, maar die kinderen zitten er niet mee hoor. Die gaan gewoon door met spelen. Modderdag in Harderwijk op de Rietmeen. Alles is hier mogelijk. En je ziet ze lopen op hun blote benen er doorheen. Het maakt allemaal niet uit. Hollands glorie wordt hier geboren. Hè? Gewoon spelen buiten, zoals het hoort. En wij worden zeiknat, Johan. Kijk, daar staan ze, te genieten van modderdag in Harderwijk. Jongens, hoe gaat het? Goed! En buiten maakt voor jullie niks uit, hè? Nee! Ja,
jullie zijn echt de bikkels. Waar zijn die meiden gebleven? Ik zie geen meiden, ik zie alleen maar bikkels. Daar zie ik een meisje staan. Hey, ook meiden doen mee met een modderspektakel. Daar staat er ook een Johan. Hey, geweldig. En duiken allemaal nog even in voor mij. Ik zie weer twee vrijwilligers die binnenstaan en wordt de inwendige mens verwend. Wat is die modderdag toch weer een groot feest. Regen speelt hem een beetje tegen, maar het maakt allemaal niks uit. Nee, dat klopt. Is wel goed voor de modder, toch? Ja. En jullie staan op de mooiste plek, hè? Op de lekkerste plek. Je staat droog, maar je verwendt de mensen. Ja, dat ook. Jij hebben ze wel nodig nu het regent. Ze moeten ook wat eten, hè? Dus... En pannenkoeken, rijst, ik zie van alles. Koffie, er is van alles te vinden hier. Ja, couscoussalade, fruit, koffie, thee, limonade, pannenkoeken. En allemaal weer door vrijwilligers aan elkaar gebakken? Ze heeft de hele dag in de keuken gestaan. Pannenkoeken gebakken vandaag. Jij bent overal te boeken? Ja hoor, voor alle feesten en partijen. Voor alle feesten en partijen. Nou dames, bedankt. Modderdag 2017. Hier op de Rietmeen. Ja, ik vond het weer een geweldig spektakel. Weer of geen weer, het gaat altijd door en het is altijd een groot feest. Cameraman Johan Remon, bedankt. Binnenkort te zien op Haken 13 Televisie.